Yo, Nintendo fans! Hallo! Deze video is gesponsord door Ubisoft. Aflevering 2 van Immortals Fenyx Rising. We moeten hier naar boven. In de vorige aflevering zijn we net begonnen met ons avontuur waarin we de Griekse goden moeten gaan helpen. Ja, en het is een beetje Breath of the Wild stijltje wel, jongens. En het is een lekker volle wereld tot nu toe. Er gebeurt best wel een hoop. En we moeten even hier naar boven zien te klimmen. Want wie is nou die vreemdeling die we moeten helpen? Laat sowieso even een blauw duimpje en een reactie achter, jongens, als je deze serie vet vindt. Ik vind dit tot nu toe een hele leuke game. Oh, ik word aangevallen door hanen. Yo, rustig man. Ik wilde jullie niet eens slaan, man. Ik ben een heel diervriendelijk persoon. Waarom vallen jullie me aan? Waarom vallen jullie me aan? Volgens mij zijn we er. Yo, wat is dat voor lelijke, dikke gorgo. Yo, gorgo. Smaakt het? Hey, laat je niet zien. Laat je niet zien. We gaan hem in de rug pakken, jongens. Oh, man. Die adem ziet er niet best uit. Wat heb jij in je buik, vriend? Dit wordt onze eerste serieuze battle, volgens mij. Oké, go, 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 go. Oh, hij gaat gewoon chillen. Kijk hem chillen hier. Pak hem! Lekker! Hoppa! Auw, oké. Hij doet een belly launch. En dan gaat hij ook nog lachen. Zit je nou te lachen, joh? Kom op, kom op, kom op, kom op. We kunnen dit. Hij doet niks meer. Hij gaat sowieso kapot. Hij kon me niet meer pakken. Oeh. Dit is nice. Dit is nice. Dit doen we even om ons armpje, denk ik. Of niet? Er staat een leeuw op of zo, volgens mij. Heracles, mightiest of mortals, slayer of beasts, defied Hera. What? Accomplished the impossible wearing those bracers. And now. Oké, we hebben de braces van Heracles. Hey, daar is die gozer. Dude, wacht nou. Stop. Wat? Fight someone who's armed instead. En weer wegrennen. Wat een held. Jongen. Oké, nu moeten we 1 Bollejan en 3 soldaatjes verslaan. We kunnen dit, jongens. Ik voel het. We kunnen dit. Hé, dat is een mooie schildpadberg. We kunnen dit op hun hoofd gooien. Gooien! Bam! Dikke doei, vriend. Lekker dit. Oké, nog een keer. Eigenlijk moeten we die bollen pakken. Kunnen we daarbij? Zouden we hem kunnen raken? Zou ik hem raken als ik zo gooi? Oh, net te ver. Oké, maar dit is in ieder geval wat deze magische armbeschermers doen. Ze slopen. Hoppakee. Dit voelt lekker, jongens. Oh, wacht. Deze kunnen we in de rug pakken. Oh, misschien. Oh, nog net op tijd. Oké, Bollejan, met je slechte adem. You're next. Hoppa. Oké, nu ga ik deze dingen oppakken. Oh, of niet? Laat mij gewoon even mijn ding doen, vriend. Hoppakee, op je staart. Oeh, dat doet superveel pijn. Gooien. Hoppakee. Hij is al bijna kapot, joh. Hotseflatsie. Ja. Lekker, hoor. Maar waar is die gozer naartoe? Er moet hier misschien ergens een ingang zijn. Misschien moeten we in deze berg. Ja, kijk, daar moeten we naartoe. Zie je? Oké. Wat gaan we doen hier? We moeten waarschijnlijk iets hierop leggen. Zo, hoppakee, juist. Oké, en dan moeten we ook nog iets hierop leggen. Is hier iets? Oh, daar. Deze moeten we even pakken. Dit lijkt ook een beetje weer op de magnesis-kracht uit Breath of the Wild. Alleen deze guy heeft er geen magneet voor nodig. Oh, snap. We moeten weer in zo'n ding. Oké. We gaan de afgrond weer in, jongens. Oké. There we go. Oké, dus daar hebben we nu een zwaar object opgelegd. En dan kunnen we hier een kleiner object opleggen. En dan, als het goed is, juist, kunnen we weer verder. Dan moeten we deze even hier naar beneden. Oh, rustig. Leg maar gewoon neer. Ja, goed zo. En dan kunnen we hier naartoe. Juist. Oké. Oké, die moet daar naartoe. Deze kunnen we dus ook gooien. Dus laten we die gewoon op. Oké, lekker daarop gooien. En daar is nog een platformpje. Halen we dat ook? Ik denk het wel. Ja hoor. Oh, snap. Kijk hoe sterk die is. Lekker. Woe, nice. We krijgen allemaal epic gear al, jongens. Kijk dan. Super toffe boog. Legolas stijl. Als je Lord of the Rings hebt gezien. Laat even een reactie achter. Dan snap je wie Legolas is. Kijk dan. Oh, we doen gelijk salto's en alles. Ja, tuurlijk joh. Doe maar gelijk stoer. Saltootje en schieten. Niet dat we gewoon zo gaan staan en schieten. Oh, wacht even. Typhon wil ook even iets zeggen. We zijn nog steeds boos op die gast. Maar we moeten laten zien of we controle hebben over onze boog. Schiet maar. Ja, dit moet wel lukken. Dit lijkt me niet zo'n heel groot probleempje, toch? Nee, precies. Ik bedoel, die gast heeft wel allemaal stoere praatjes, maar hey. Oh, moeten we nu bewegende targets gaan schieten? Wacht even. Wacht even. Oh, ja. Oh, we moeten alleen de knop ingedrukt houden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bam! Dat is vet, jongen. Oké, vriend. Ik ga dit sowieso overleven. Wat is hier trouwens? Wacht, daar zag ik ook nog een bordje. Hier ergens om de hoek. Kunnen we die raken? Kan ik hier buitenom gaan? Of moet ik mijn pijl, moet ik me die er zo van bovenaf insturen? Of... Wacht even. Misschien kan ik hem wel hier doorheen gewoon sturen. Kan dit? Oeh, oké. Of toch bovenlangs. Ik denk toch bovenlangs. Ja, 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 ja. Hoppa. Kijk dan. Extra loot. Dat is wat je wil. Je wil altijd alle loot pakken. Auw, hij einde zijn arm. Oké dan. Super chill. Nu we ook een boog hebben. Maar ja, we krijgen steeds meer gear, jongens. We redden onszelf wel. Rickachu power! Pak hem! Ja, nice. Hoppakee. Ja, deze is voor ons hoor. Deze is lekker. Dit voelt goed. Kijk deze Rickachu power dan. Hoppa! Vet. We hebben de lenigheid van Achilles, de snelheid van Atalanta, het verstand van Odysseus en de kracht van Heracles. Lekker man, nu gaan we pas echt beginnen. Zeus die heeft er nog steeds geen vertrouwen in. Die denkt nog steeds dat dit ons niet gaat lukken, jongens. Ja, we gaan richting deze tempel. En hier staan nog meer versteende mensen. Oh, daar is die. Daar is die. We moeten hem redden, jongens. Oh, 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 we zijn gesnapt. Bollejan draait zich om, jongens. Dit is een probleem. Bollejan draait zich om. Oh, wat? Hij kan ook schieten en zo? Oké, oké. Eerst moeten we de schildman eens eventjes zo... Hoppakee. Ja, lekker stunnen die handel. Nice. Die is klaar, die is weg. En ook... Auw! Dude, ik dacht dat ik jou ontweek, vriend. Oh, 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 oh. Rustig maar. Wegwezen met jullie. Opzouten. Eén zwaardmannetje nog. En dan hebben we onze greatest battle ook gefixt. Maar, dude, is die nou weer weggerend? Oh nee, hij staat hier nog. Oh, wat? En hij leeft nog. Maar nu niet meer. Nah. Gast, waarom zit je nou van alles weg te rennen? Ga je nou weer? Ga je nou weer wegrennen? Oh, hij staat achter die paal. Oh, en nu begint Phoenix ook opeens door te doen. Hè? Ga je nou weer wegrennen? Oh, toch niet. Oké, nu waardeert hij het soort van. Maar wie is deze guy, jongen? I'm on my way to the temple of Apollo to see the oracle. Me too. Ha, it's right over there. Gaan we samen? Oké, we gaan samen naar de tempel van Apollo. Nou, gezellig. Gezellig. Dude. Dude, je mist wat. Je mist wat. Je armding. Het is weg. Wat een rat, jongen. Echt, hè? Ik heb je net gered van die monster en dan ga je nu mijn shit lopen stelen? In de volgende aflevering gaan we deze dief echt even aanpakken, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo Switch video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!